En dan maak ze groot porties kos en dit is hoe ons groot geword het. So my redenasie was altyd, maak maar een klein beetje minder geld en dan hopelijk kom hulle terug voor die volgende keer, want ik weet die boere hou van lekker eet en hulle wil vol wees. So ook seker maar een manier om my eie voet te skiet, maar ja, ik probeer die kliënte happy hou. Lockdown was my baie erg. As jy by jou huis lê en jou besigheid is toe en jy dink, waar kom my geld vandaan, hoe gaan ek kos op die tafel sit vir my kinders? Toe het ek maar baie emosioneel geraak. Ek dink ek het maar, te hard begin werk, want ek wil nie in die sop wees, ek wil nie bankrot speel nie, want ek kan nie by my ma gaan bly nie op 43, wat die hel gaan ek daar doen? So, ja, ek dink ons het maar 'n bietjie geskarrel die laaste tyd. Dit was 'n groot fout. Ik weet ons is een familie, want ik ag elke personeel het hier as deel van mijn familie. En ik is baie involved in hulle persoonlijke leven. En ik denk dat het is groter, positief en een negatief. Toen in die sopspanie aangekomen was, hulle in die kombuis en oorals rondgeloop en gesê, nee, hulle kan ongelukkig niet voor ons helpen, want die probleem is te groot. So, hulle gaan niet 3 of 4 dagen gaan te min wees wat hulle alles moet doen. Toen besef ik, ik zit niet in die sop, ik zit niet. Gelukkig die help Justin voor mij. So after Simone originally told me about Indie Sop and the interest and being extremely excited, she phoned me a couple of days after and was very disheartened that there were strong or big concerns from the team and saying that a good few things needed to be done. So we decided to get involved. We recognized the value add from Indie Sop and what it's going to have on Simone and the restaurant. So we got involved and decided to assist as far as we possibly can. Ons het letterlijk in 'n week se tyd, minder as 'n week, het ons alles reg gekry, die kombuis uitgeruk, nuwe teëls gelê, letterlijk op datum gebring en die krag is uitgesorteer. So ja, ek kan baie dankie sê vir Justin. En nou kan die Indie Sop span maar kom, want ons is reg vir julle. Clever enough to